Waarde collega's, op de achtergrond hoor je mijn kleindochter. Het heeft niets met dat touw te maken, dat schreeuwt van de pijn of zo. Nee, het is mijn kleindochter. Maar wat ik jullie wil demonstreren is het nieuwe Goeman touw, 11,5 mm. De gemakkelijkheid, hè, waarmee dat je knopen kan leggen, in dit geval een vlinderknoop. Op zich niet zo moeilijk. Even, voilà. Hier heeft u de vlinderknoop. Een hartje leggen. Het blijft uiteraard een dik touw. Maar ja, zwart. Dat is ook de bedoeling. Zoals je ziet gaat dat heel vlot. Ik moet er natuurlijk bij zeggen dat ik een professionele knopenlegger ben. En dat ik niet verlang dat jullie dat ook kunnen. Misschien binnen een aantal jaren zijn jullie zover. Maar ondertussen, hè, blijf maar een beetje als amateurs verder doen. Nu, een vlinderknoop in een dubbeltouw. Oei. Als ik nog weet hoe het gaat. Voilà, ze. Even blokkeren. De laatste knippen er wel. Voilà. Even. Dus, dubbel touw. Gaat in feite ook redelijk vlot. Dus ja, wat mij betreft, zou ik zeggen, aankopen die Belgische handel. Ondersteunen van de economische, van de Belgische economie. En het niet in Madagaskar gaan zoeken. Leven goed, man. Hier heb je dan het 10,5 touw. Je zou misschien iets vlotter kunnen gaan. Ik zeg wel, misschien. Ja, dat gaat iets vlotter. Logisch. Het is veel, het is veel dunner. Maar wat mij betreft mag het 11,5 zijn. Bedankt voor jullie waandacht.